Was bin die Effekt von den toenemenden Inkomsten auf die Frage nach dem Produkt 2? Nou, voordat ons naar die diagram toe gaan, als mens die effect van iets met twin, vind ek dit die makkelijkste as ek eerst vir myself my kop dit uitwerk en sê, okay, maar goed, daar is een toename in inkomste. Hoe gaan dit my raak? Toename in inkomste, ja, ek sal meer van die product kan koop, so die vraag wat ek het na die product sal verhoog. So toename in inkomste leid na toename in vraag. Nou, al wat ons nou moet gaan doen, is om dit grafies te toon. Nou, ons gaan naar die grafiek. Ek het die asse ingetrek, net om so'n bietjie tyd te spaar. Ons moet net die krommes en dan ook gaan intrek en dan die effect gaan toon. Ons begin die asse te benoem, prys en hoeveelheid. En ons het ons vraagkromme en die aanbodkromme. Nou, dis ons mark, en die mark is in evenwig, prijs van 4 en hoeveelheid van 3000. Nou is daar toename in inkomste, en ons het gesê, toename in inkomste leid na toename in vraag. En grafies kan ons toename in vraag voorstel deur 'n regswaartse verskuiwing van die vraagkromme. Die vraagkromme skuif na regs. Dit nog steeds evenwig? Nee, ons het nou een nieuwe evenwigspunt bereik teen een prijs van 5 en hoeveelheid gevraag, evenwigs hoeveelheid van 3600. Goed, om op te som. Begin by evenwig, prijs van 4, hoeveelheid van 3000. Dit is my eerste posiesie. Toe gebeur daar iets. Toename in inkomste en dit versteur die markt toe. Die toename in inkomste leid tot toename in vraag en die vraag kromme skuif na regs. Met tweede veranderlinge. En die toename in vraag leid tot 'n nuwe evenwigsposisie teen 'n prys van 5 evenwigs hoeveelheid van 3600. Onthou die drie stappe. Begin by evenwig. Iets gebeur om wat die evenwigs versteur, ons toon daai verandering aan, en dit lei tot 'n nuwe evenwig. 1, 2, 3.